ons nieuwe huis. Gezellig. Hey, we moesten dus voor de laatste keer naar huis. Even de chipjes naar de schoen. Even komen, dan zit ik hier bij het strandje. Oude huisje met Toot. Heb je wat gevonden? Ja, deze. Worstje. Kopje koffie. Superbelabberd uit. Dit laten zien. Op je knuffel. Lekker chillen in je zonsondergang. Je slaapkamer. Ja, laatste dag gehad. Eerste avond. Ja. Eigen plekje. Nee, ook lekker aan het. Papa, mama, gaan we even kijken. Hebben wij lekker geslapen? Ja. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze vroege nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En jullie zien het goed. Wij zijn voor de laatste keer wakker geworden hier in ons familiebed. Op ons zoldertje in ons oude huis. Daniel die is alweer druk bezig de aanhanger aan het inpakken die beneden staat. En de kinderen hebben ook hier geslapen, want hun matrassen zijn hier niet meer. En kijk eens hoe ze liggen. Eens even kijken naar Leon Lucie. Kijk eens hoe ze liggen. Zijn ze hier helemaal bij elkaar gekropen. En hier hebben we lekker geslapen met z'n allen weer in het grote familiebed. En het grote familiebed gaat ook weer mee naar ons nieuwe huis vandaag. Heb je lekker geslapen? Ja. Ja? Gedroomd over je nieuwe bed? Ja. Nou, ga maar lekker aankleden. Gaan we jullie straks lekker naar school brengen. Papa die is al buiten, die is de aanhanger aan het inpakken. Ja. Die zal de aanhanger aan het inpakken. Goedemorgen, druifjes. En hier is papa. Ja, ik was met mama lekker vroeg wakker. Oh, we hebben de grote bank al opgetild en al klaargezet. We hebben de aanhangers al aangekoppeld. En nu gaat papa dit bed zo meteen nog even wassen. En gaat dit bed ook naar beneden getild worden en ook verhuisd worden. Ja. Dus laatst heel zonde met ons schoon. Deze grote bed past er niet aan. Nee, die past niet. Nee. Die moet straks ook helemaal mee. Ik krijg een sterke vriend te hulp. Oscar, dat is een oude vriend ook van vroeger, die heel sterk is. En die gaat mij helpen tillen. Nou, een goed uur verder. Ik heb de kast helemaal uitgepakt. De laatste wasmachine draaien. Mijn bureau bijna ingepakt. En Farao heeft de kisten al. En daar is mijn maatje, Oscar. Wat gaan we doen? Hé, jongen. Wat kom je wel me verhuizen? Goedemorgen, jazeker. Gezellig, jongens. Ik heb extra aanhangers geregeld. Dus twee busjes en twee aanhangers. Nou, we komen heel eind. Wat dingen doen. Gezellig. Inmiddels even het laatste afwasje aan het doen hier in ons oude huis. Het bestek dat ik weer mee die kant opneem om weer terug te leggen in de la, want anders hadden we hier geen bestek voor vanochtend voor het ontbijt. Ik ga zo eerst even de kinderen naar school brengen. Ik had helemaal geen tijd meer om een tractatie te kopen, ben ik een beetje vergeten, want ze zijn vandaag de laatste dag op hun oude school, dus ze mogen ze tracteren. Dus ik denk dat ik zo ook eerst nog even naar de supermarkt ga om wat chippies te halen. Dan kunnen ze in ieder geval wat chippies tracteren. Ja, een hele heel uitgebreide tractatie, knutselwerkje ga ik nu gewoon niet redden. Alles zit ingepakt. We zijn druk in de verhuizing, dus nou, kinderen vonden het al lang goed dat ze een zakje chips mochten tracteren. Dus ik ga ook even langs de supermarkt chippies halen en dat breng ik dan weer even langs school. En dan kom ik weer hierheen. En dan rijden we weer met twee gevulde caravanen, want hij heeft ook een auto met een aanhanger. En rijden we weer in stoet naar ons nieuwe huis om weer de volgende lading daarheen te loodsen. Ja. Ben je er een beetje klaar voor, jongen? De laatste dag op school? Ja. Ja? Ja. Wel natuurlijk een beetje... Nou, we hadden gisteren wel een hele drukke dag, dat we de tractatie waren vergeten. Want eigenlijk wouden we er nog wat bij doen. Maar gewoon een lekker zakje chips. Is ook leuk, goed, toch? Ja, sorry jongen. Kan je niet altijd, helemaal creëren, hè? Een chip. Nee, ik heb gisteren dus ook geen chipjes meer gekocht, liefje. We waren zo, ja, jullie zien misschien door de vlog. Ik weet niet of het overkomt in de vlog, maar het is echt knoepeshard werken, zo'n verhuizing. Zo'n heel huis verpakken naar een ander huis en alles weer uitpakken en sjouwen. Dat papa en mama sowieso geen puff meer hadden. En toen we nog dachten, oh nee, we moesten naar de supermarkt. Toen zaten de supermarkten alweer dicht. Dus ik ga zo eerst even naar de supermarkt, als ik jullie heb weggebracht. En dan kom ik nog even in de klas, of in de klas, aan de deur en chippy. Zakje chippy halen. Zei ik, hè, mam? Ja, was jouw idee, hè? Ja. Nou, nee, ik had gezegd, had je het wel gekocht? Ja, was het wel Ik zou wel tegen mijn juf zeggen dat mama gewoon even op het plein even... Dus even aan gaan kloppen. Ja, dan klop ik wel even op het raam. Ja. Goed, dan zeg ik tegen hier even op het raam en dan kan ik het zo geven.
Heel veel plezier op je laatste schooldag. Gaat je vriendinnetjes heel erg missen. Ze hadden ook al wel leuke dingetjes voor je geknutseld en zo, hè? Maar ze mogen altijd een keertje komen spelen natuurlijk, hè? Ja. Nou, mama, ik ga jullie wegbrengen. Mama, niet weer vergeten. Nee, niet weer. Mama gaat het niet. Ik ga zo eerst eventjes naar de supermarkt, goed? Ja. Ja? En neem ook wel lekkers mee voor jullie juffrouws. Nee, hey, dat mag niet. Missen. Je mag niet klas rondbrengen. Nee, mama. Maar ik wil een bedankje voor jullie eigen juffrouws. Oh, mama, een heel bak chocola. Was helemaal van alleen. Mama. Ja? Gisteren was je verlet op de laatste dag om mij te zien. Ja, dat weet ik. Maar papa heeft al even gezegd van, dat ze nog wat krijgt. Ja, want ik heb nu zelf ook twee juffrouws. Dus dan vandaag die andere juffrouw. En mama, mama. Ja? En dan vandaag heb ik een nieuwe juffrouw. Een nieuwe juffrouw. Oh. Oh, nou. Dus die zit dan bij ons en bij groep drie. Oh, dan laat mama wel een kaartje. En ook al een baby in de buik. Die heeft ook een baby in de buik. Oh ja, dat is wel weer. Ja, dan laat mama ook wel een kaarsje achter voor die andere juffrouws. Goed? Ja. Nou, kijk, ze heeft een beetje schrale lippen van het weer. Dus heb je een prolletje in je zak, hè? Nee. Lippenbalsopje. Niet? Nee. Oh, dan moet ik nog even aan je geven. En heel veel plezier op school. Ik ga jullie snel wegbrengen. En daarna gaan mama en papa weer helpen vouwen. En het is een kort dagje. Ja. Dus heel snel zijn jullie weer thuis. En dan komt jullie nieuwe... De nieuwe bed. Oh, ja, vanavond gaan we in ons eigen huis, op ons nieuwe huis slapen. Ja, jouw bed staat er al. Je hebt een mopgoed. Ja, en we gaan ons grote familiebed verhuizen vandaag. Mama, Luxie durft op mijn stroom van die glijbaan. Durf ze? Super. Ja. Luxie heeft het alleen maar over haar huisbed wat ze gisteren heeft gekregen. Super leuk. Nou, deze bank moet ook allemaal mee nog. Dat moeten we nog meenemen. Dus genoeg zware spullen nog om te sjouwen. Maar jullie veel plezier op school. Even snel langs de supermarkt en dan moet ik weer terug. Daniel heeft deze auto natuurlijk weer nodig. Iedereen in de gordel? Ja. Oké, nou kinderen. Voor de laatste keer. Ja. Ach. De laatste keer vanavond. Daar gaan we. Naar school. Dag papa. Dag papa. Dag ouwe huisje. Ja. Doei. Papa, oud jij joh. Kijk. Heel veel plezier op jullie laatste schooldag. Ja, ja. En ik kom zo nog even jullie tractatie halen, goed? Ja. Doei doei. Doeg. Klim er maar uit. Ja. Wij zijn inmiddels bij het winkelcentrum aangekomen. En we gaan hier eventjes, volgens mij voor de laatste keer, boodschapjes doen hier. Bij het winkelcentrum, hè? Ja, en mama. Ja? Nee, binnen. Jo, wat? Binnen. Springen, oké. Okay. 1, 2, 3. Ja! Zo. Lekker zonnetje, Lux. Ja, ik had ook pijn. Ja, nou gaan we hier naar binnen toe. Goedemorgen. Gaan we? Nou, we eten vanavond. Hutspot. Lekker, lekker en gezond. Hè? Geen vis, maar hutspot. Haar. Ja, een mooie haar dan. En dan gaat appeltje mee in drijfjes. Jullie erin liggen? Nee, twee? Goed zo, hoppatee. Kijk eens. En lekkere druifjes. En lekkere aardbeidjes. Hoppatee. Aardbeidje erbij. Dan gaan we weer. Hou je vast. Hou je vast. We hebben de chippies. Ja, maar we moeten uitdeelzakjes hebben. Kijk, dit zijn de uitdeelzakjes. Die kunnen we wel meenemen. 3 keer 5. 15 zakjes. 15. Dus 30 moeten we 4 van deze zakken hebben. Neem er maar nog een mee. Nog eentje. 1. Nee, van deze. Kijk eens, hier. Kijk eens, alsjeblieft. Kom maar, doe er maar in. Ja, chippies erin. Pak maar, bijna. Ja, zelf doen. Doe maar. Goed zo. Nou, kom naar de kassa. Ja, stap maar weer op. Ja? Oké. Okay. Sammy had ook nog eten nodig. Hadden ze nou daarnet nog hier bij hem? De dierenwinkel was dicht. En dit. Neem nog mooi even dit mee voor Sammy. Wat? Nee, dat is voor een hond. Van Woes en Pip hebben we nog. Dit is ook mee. En we moeten nog wat voor de juffrouws hebben. Een lekker chocolaatje voor de juffrouws? Ja. Ja? Oké, gaan we daar naartoe. Opzoek. Dit is leuk voor de juffrouws. Kijk eens. Luxie, vind je dat leuk voor de juffrouw? Ja, chocola. Ja, chocola. En dan nog eentje.
Kijk eens, alsjeblieft. Wat hebben we voor papa meegenomen? Een bloemetje. Een bloemetje, hè, voor papa. Nou, kom, gaan we snel de chips even wegbrengen en weer naar papa toe. Nou, dat was volgens mij een beetje de laatste keer bij dit winkelcentrum, Luxie. Dan gaan we naar papa toe, zodat papa met de aanhanger weer kan kruien. Oh, maar eerst even de chippies naar de school brengen van Leon en Lucilla. Ja, en Luxie heeft bloemetjes gegeven aan papa, hè? Ja. Zou hij vast blij mee zijn? En we rijden even langs de school van Leon en Lucilla. Zo, dan kom ik weer uit. Ik heb de chippies. En dan gaan we even handbandje de chippies wegbrengen. Handbandje op. Ja, helemaal top. Even de chippies naar de school brengen. Ja. Goed van jou, hoor. Mijn kleine grote helpster. Hè? Ja? Chippies afgegeven en weer terug naar de auto. Ja. Zo. En we zitten weer in de auto. En dan te bedenken dat het 9 uur is. Daniel en ik hebben echt al vanaf vanochtend het gevoel dat we de hele dag erop hebben zitten. Want we waren al wakker om 4 uur. Toen waren we al druk aan het inpakken toen de kinderen nog sliepen. We hebben al voor zoveel gedaan. Ik scheur weer terug naar huis. Om vervolgens weer met de gevulde aanhanger naar ons nieuwe huis te gaan. Maar hoe gaat die achteruit? Erg? Ja. Ik zag hem. Zo. Nou, leuk. Zeg maar dag school. Dag school. Het was een fijne tijd. En dan gaan we naar een nieuwe school. Op naar papa. Zo, wij zijn thuis. We gaan eens even kijken. Ze zijn hier alweer druk de aanhanger aan het inpakken. Zo, is dit de grasmat? Was de grasmat? Ja. Voor jou uitgezocht, hè? Dankjewel. Lief van jou. Hé, hey, maar is dit gewoon ons gras? Ja, hè? Is het serieus? Ja, dit was groen. Heel vies. Dit is gewoon modder. Dat is heel modder. Gadverdamme, zie je dat, Lux? Dat was mooi, een mooi gasje. Dat zit er ook bijna in. Top. Ja, en ook al de koelkast en de vriezer. En de vaatwasser zit er al in. Dat zijn natuurlijk hartstikke zware dingen. Dus dat gaat lekker, papa. Kijk, ja, ze hebben er zelfs een deur uitgehaald. Kijk, dit was de kamer van Luxie. Dit was de kamer van Lucilla. En de kamer van broer. Nou, dit bed dat bewaren we allemaal nog. Dat gaat gewoon in de opslag. Deze moet ook nog mee. Oh ja. En ons badkamertje. Die is ook helemaal leeg. En bovenop. Is dat het knuffeltje van de baby? En waar is ons grote gezellige familiebed gebleven? Ja, ja, die is van de babybuik, hè? Broer babybuik, ja. Maar waar is het bed gebleven? Kijk eens, dit ziet er gek uit. Ze zijn het bed natuurlijk helemaal uit elkaar aan het halen. Moet niet zien wat er onder het bed vandaan komt. Oh ja, de strijkplank ook nog. Ja. Dit is nou de kamer, Lux. Ja, daar is niks meer van terug eigenlijk. Dit is de klerenkast. Die is nu in ieder geval wel opgeruimd. Want er zit niks meer in. Kijk, dit ziet er nou ook zo raar uit. Nou, alles weg is en leeg is. En hier de koelkast en alles leeg en weg. Allemaal rommeltjes nog erachter. Kijk, en dit is ons heerlijke uitzichtje. Naar ons fort en park, wat we wel even gaan missen, denk ik. Hey Luxie, ben je lekker buiten spelen, schatje? Ja, doe zo niet. Oh, Woesel. Kom maar, Woesel. Woesel. Woesel, waar is het gras? Woesel, waar is het gras nou, Woesel? Waar is het nou allemaal? Hé? Waar is het nou allemaal? Ja. Wauw. Zo, hoe je het bent of keert, jongens. Wij gaan dit strandje en het voortuinparkje toch ook wel echt heel erg missen. Ondanks dat we natuurlijk een super mooie grote ruime tuin hebben, was dit ook gewoon ideaal. Kijk dan, heerlijk. Dit was ook wel een heerlijk plekje, jongens, waar we echt de afgelopen jaren zoveel hebben genoten. En we hebben gezwommen en leuke herinneringen aan hebben. En gelukkig hebben we er altijd video's van natuurlijk die we kunnen terugkijken. Met een warm, fijn gevoel aan mooie, dierbare herinneringen. Maar ja, het is de tijd van komen en het is de tijd van gaan. En op dit moment is het voor ons de tijd van gaan. Van het mooie voortuinparkje.
waar de kinderen heerlijk hebben gespeeld altijd. Lixie? Ja, dan gaat ze weer klimmen. Ja, vond je wel leuk hier bij het strandje spelen, hè? Ja, naar de eendjes toe. Ja, daar zitten de eendjes. En daar heb je dan ons heerlijke oude huisje. Waar we hier het fantastische strandje bij hadden. En dan hier zo het parkje waar we altijd liepen. En dan hier het voortuinparkje met het rondje waar de kinderen altijd fietsen. En daarachter dat andere parkje. Ook dit was echt een gegeven plekje waar we heerlijk hebben mogen wonen. En waar we echt een fijne tijd hebben gehad. Maar het nu ook gewoon echt. De tijd is weer voor iets nieuws. Ja, Woes en Pip gaan het ook wel missen, hè. Woes en Pip hebben hier heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Allemaal hondenvriendjes en vriendinnetjes. Ze zijn altijd mee spelen. Ja, die zou je ook wel missen, hè. Ja, schatje. Ja. Dag, Parkje. Doei. Tot de volgende keer. Wij zitten weer bepakt en bezakt in de auto. Papa en stuur. Yo. En ik ben even bij Luxie gaan zitten, want we hebben hier wat dingetjes liggen. Luxie zit daar gezellig, liefie. Heeft even lekker een snoepje. Heb goed meegeholpen, Luxie. We hebben twee hele leuke bedden voor de kinderen uitgezocht. Tenminste, die hebben ze zelf uitgezocht. In samenwerking met Totaalbed. En hiervoor hebben we eerder al wat geshopt en de winkel bezocht. En daar gaan we nu nog even wat beeldjes van laten zien. In samenwerking met Totaalbed hebben we super mooie bedden voor Luan en Lucilla. We hebben deze al gezien online op de website. En op afspraak mogen wij nu in de winkel ook gaan kijken hoe de bedden er allemaal uitzien. En dan zijn ze ook straks super snel weer thuis bezorgd. Want we hopelijk kunnen we het eind van de week in ons nieuwe huis slapen. Maar we gaan eerst even een kijkje nemen in de winkel. Ja, hij is open, jongens. Hij is open. Op afspraak. Op afspraak. Handjes ontsmetten. Handen ontsmetten, kids. En we hebben de looproute, hè. Je gaat nou tegen de route in. Ja. Hier zijn alle bedjes al opgemaakt. Ja. Je kunt er zo in. Je kunt er zo in ploffen. Maar de meisjes hebben hier alweer het speelhoekje gevonden, meisjes. Zoals jullie wellicht weten hebben wij een heel groot familiebed. Maar in 2017 hebben wij ons grote familiebed hier al vandaan. Dus wij hoeven niet echt een nieuw bed, want die is nog hartstikke goed. Wat voor een bed wil jij, jongen? Een tienerboxspring, hè? Nee, een twijfelaar. Een tienertwijfelaar hebben ze hier voor speciaal voor tieners. Vind je deze mooi? Dit is geen tiener. Priscilla wil graag een... Hemelbed. Hemelbed. Met één persoon. Een hemelbed. En wat is een hemelbed dan? Nou, dan heb je een doek over je boek, over je bed. Ja, zullen we eens even gaan kijken of ze dat hebben? Ja. Heb je wat gevonden, jongen? Ja. Wat vind je ervan? Wat een leuk bed. Kijk, fris je bed uit. Wow. Ja, dit is wel een mooi bed. Dit zijn denk ik alle kleurtjes waar je uit kan zoeken. Van donker naar licht. Ja. Volgens mij hadden we op internet hadden we al gezien dat we deze lichten, volgens mij, hè? Grijs-witte. 1,20 meter. Ja, dat is een twijfelaar. Bij 2,20 meter. Luxie ligt al te slapen op het bed, liefie. Ze hebben hier wel een hemelbed, alleen niet hetzelfde hemelbed, maar wel een hemelbed waar we even naar kunnen kijken. Dus hier komt een hemelbed overheen, Sil. En deze kan ook met een uitval. Hey, kan Luxie bij jou logeren? Nee. Dat is grappig. Hé, Luxie, kijk eens. Kan je logeren bij je... Of Luan? Kan je logeren. Als je een keertje bij je Lucilla wilt slapen. Er komt een hemel overheen. Ja, hier komt dus een hemeltje overheen. Zo. Kijk, Sil, zo ziet het bed eruit als er dus het hemelbed helemaal naar boven is. Vind je dat mooi? Ja. Ja, zo'n bed bedoel je? Nou, toppie. Hier bestellen. Kijk. Lucilla heeft ook de bedje gevonden. Hier is een paard. Wat zeggen jullie dan? Dankjewel. Kijk, een slik sjokken snoepie. Dat is lekker. Dankjewel, Luxie. Wat zit er tussen? Zoiets heb ik. Is zoiets mooi? Van Pip kan er zoiets wel heel mooi. Oh, dus dankjewel. Ja, vind je dit mooi? Met sterretjes. Kijk, en deze is ook een heel mooi prinsessenbed, Sil. Die ook wel, die twee? Jullie kamertjes wordt ook roze geschilderd nu, hè? Luan die moet een iets wat groter dekbed voor zijn twijfelaar. En hier het ook, ja, dat zijn wel mooie kleuren, want dit is jouw muur, is ook die kleur en jouw gordijn. Wel vet, nee? Ja? Eén. Nee. Heel stoer. En die? Zo. Die is ook is, leuk. Leeuw, jouw mooie geel. Ja, deze twee, die nemen wij mee. Oh, super. Proost op de mooie uitgezochte bedden. En Totaalbed, super bedankt maar weer. Ben je nou? Ben je nou?
we komen aan bij ons huis en wie zijn er ook al? De beddens! Ik ga ze even kijken hoe ver ze zijn. En natuurlijk even vertellen waar de bedden moeten komen staan en in welke kamer ze komen te staan. Kijk, hier staat alles in. Maar volgens mij zijn ze al even binnenkijken. Om te kijken welke kamers het moet gaan staan. Zo, ze hebben even gekeken en deze kamers komen de bedden te staan. Nou ja. Ja, dit is Luxie's kamer, hè? Die is gisteren helemaal klaargemaakt. Ja. Ondertussen schijnt het heerlijke voorjaarszonnetje in ons gezicht. En jullie zien het goed. Wij hebben de bank van onze woonkamer hebben we onder onze veranda gezet. Kijk, en dan hebben we een super grote heerlijke chillpack met een vuurtje in het midden. Hier onder de veranda staan. Kijk, want daar zit het overal dicht. Dus als het regent wordt het ook niet nat. Dat is een lekker plekje, Luxie. En we hebben hier een open haardje of een kampvuurtje, zeg maar. En hier kunnen we lekker chillen op de bank. En we hebben het, een kleed daaronder neergelegd. Zo heb je hier ook een heerlijke chillplek. Waar je heerlijk kan liggen. Daar is de woonkamer dan. En dan kijk je zo vanaf hier naar de tuin. Heerlijk geluidje. Dit is de opslag van de garage. Hier hebben we alle overige meubeltjes. Die zetten we gewoon hier allemaal neer. En de doos die kunnen we hier allemaal later nog uitpakken. Dus jullie zien, we hebben nog heel veel dozen om uit te pakken. En als jullie denken, waar zijn al jullie fietsjes gebleven van de kinderen? Die staan in dit opslaghok. Schuurtje is het eigenlijk. Als we van dit prachtige uitzicht gaan naar het terras wat we hier hebben. Lekkere chillplek. Gaan we naar binnen toe. En dan heb ik op de tafel, kijk, op de tafel al heerlijk een vers bosje tulpjes neergezet. Zo, Daniel is even de kinderen halen van school. En ik ga eens even kijken hoe het met de kinderbedden gaat, over de kinderen gesproken. Want ze zijn hier van totaalbed, dus de bedden aan het opbouwen. Die hebben we dus online besteld, hebben in de winkel kunnen kijken. En hier hebben ze dan de bedden bezorgd en ook opgebouwd. Super handig. Oh, waar zijn de kamertjes, Luxie? Ze komen zo meteen uit school. Dan ben ik benieuwd wat ze gaan zien. Kijk, hier staan de verpakkingen in de dozen in de gang. En kijk, er wordt hier druk gewerkt. Hallo heren. Wat super dit zeg. Het kastje is al in elkaar. En oh, het bed staat er ook al. Met een matras erbij. En op de andere kamer, Luxie. Waar is op de andere kamer? Kijk, het bed van Luan. Wauw. Dat is een groot bed. Kijk dat bed dan. Super groot. Wauw. En de boekenkasten. Dit zijn de drie boekenkasten. Die kunnen we nog even een beetje verdelen voor op de kamers. Ja, en een nachtkastje erbij. Die staat trouwens wel heel leuk bij die muur. Super. Ja, ik zie het. Maar ik zie dat het de verkeerde kleur is. Maar hij is wel leuk bij de muur. Hij past bij de muur. Ja, hij past bij de muur, ja. Ik zeg, ik vind het nachtkastje leuk. Ik wil eigenlijk bed wel. Nee, maar ik weet het niet. Ik weet niet wat Luan vindt, maar... Het is wel niet de goede kleur, ja. In principe kun je deze gewoon gebruiken tot je krijgt een de juiste kleur. Ah, top. Ja. Super. Oké. Okay. Ik heb er wel ingepakt. Dus wel, ja. Zo rollen we die bij totaalbed. Ja, nee, maar lekker. Met totaalbed. Leuke woordspeling. Ja. Ja, dank je. Ik ben inmiddels weer terug uit Zwolle. Met nog weer een nieuwe aanhanger. En er was ook iemand komen kijken voor de vloerverwarming en de gashaard. Die krijg ik niet aan. En vader zegt, ja, met die schilder vond je niet erg zo koud. Maar ik wil hier vanavond de kinderen het warm hebben. Zo wordt daar gekeken en ik zorg even voor een lekker kopje koffie. Dat de experts in ieder geval een lekker bakje in de buik hebben. Zo, wij zijn echt een hele tijd verder. We zien er echt super belabberd uit. We hebben keihard gewerkt. Ik weet niet hoeveel we wel geen dingen hebben gedaan vandaag. Maar ontzettend veel meubels verhuisd. Weer het hele huis gepoetst. We hebben natuurlijk al die van de elektricien hebben we in huis gehad. Van de verwarming, van de internet. We hebben internet, dus we kunnen vanavond hier de vlog uploaden. Want we komen niet meer in ons eigen huis. En de bedden opgemaakt. Volle aanhanger staan, want die pak ik morgen leeg. Gaan we morgen doen, want we hebben echt... Geen kracht meer. Maar we willen nog wel even de kinderen hun nieuwe slaapkamers laten zien. Ze zijn natuurlijk nog niet af. Het hemelbed van Lucilla is nog niet compleet. En het dagkastje van Luan moet nog even een andere kleur besteld worden. Maar ze kunnen er vanavond allemaal gaan slapen. En ik ga eens even kijken waar de kinderen zijn. Om eventjes te checken op hun slaapkamers. Want volgens mij zijn ze lekker aan het chillen
in de speelkamer. Ik ga zo even lekker wat koken daar. En kijk, je zit er zo schattig. Woezelpip ook, hè? Eigen, ja, Woezelpip zit ook heel graag hier. Hey, Woezelpippie. Hallo. Ga hier zo lekker. Hier, Sammy heeft ook trouwens een plekje gekregen. Sammy die staat hier in de kooi. Die is lekker aan het slapen. Die hebben we straks even eruit gehaald. En kijk, ze zijn hier aan het chillen in de chillkamer. De televisie moet opgehangen worden, zoals jullie wellicht zien. Maar goed, ze kunnen iets kijken. En hey kinderen, is het een leuk idee om eens eventjes jullie nieuwe slaapkamers, jullie bedden te laten zien? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja? Kom, gaan we eens even kijken. Mama, ik een huisbed. Ja, ja, jouw huisbed. Die hadden we al gezien, maar die van Leon en Lucelle, die zijn nog nieuw. Kijk. Mijn slaapkamer. Ja. Hier hebben we Lucilla, haar kamer. Leuk met die schaduw op de muur. Kijk, is lekker zonnetje in je gezicht. En hier komt nog allemaal. Ja, hier komt nog een make-up meubeltje. En er komt nog een kleed op de grond en een lampje. En het hemeltje komt er nog boven. Maar dit is Lucilla haar bed geworden. Met het eigen dekbed wat ze zelf heeft uitgezocht. Hè? Ga eens liggen of die lekker ligt. Kan jij hier vanavond lekker in liggen, denk je? Ik denk het graag. Met uitzicht? Ik wil op je tuin. Op je tuin, hè? Ik uitstap en ik zo zit... Kijk meteen naar. Ja, kijk, dit is jouw uitzicht als je uit je bed stapt, hè? Een mooie tuin. Ja, en ik kom ook zo de zon omhoog. Ja, nu gaat de zon onder. En nu heb je de ondergaande zon. Ja. Dat is trouwens ook mooi. Ja. Maar kijk hoe mooi. Je kan gewoon ondergaande zon kijken op je kamer. Ja. En hier heeft ze haar eigen boekenkast al ingericht. Mm-hmm. Ziet er ook super mooi uit. Zullen we nou eens even gaan kijken bij Luan op de kamer? Ja. Dat is dus Lucilla, haar slaapkamer. En nu Luan zijn kamer. Kijk, ook met de ondergaande zon. Wauw, jongen. Lekker. Hier staat gewoon jou. Ja, twijfelaar. Jouw twijfelaar. Hij is best groot. Ja, dat is een grote bokspring. Ja. Hier de kast neergezet. Super mooi, Lu. Ja, kijk, alleen het nachtkastje. Dat is nog even de verkeerde kleur van dat bed. Ja, eigenlijk moet deze in die kleur. In die kleur, maar dat gaan ze nog omwisselen. Ja. Ook het dekbed staat trouwens ook leuk bij de gordijnen. Komt dat ook toevallig zo uit. Ja, dus... En ligt die lekker? Ploft er eens in? Oké, 3, 2, 1. Hij is best hoog. Hij is best hoog, ja. Nou, kijk dan, jongen. Nou, en hier komen dan allemaal knuffels. Van je knuffels. Ja, en zo kan je dan lekker chillen in je bed. Oh, heerlijk, ja. Kijk. Zo word je morgenochtend wakker. Ik kan gewoon helemaal zo liggen. Ik ga nooit slapen, want het is weekend. Ja, en dan ook dit is morgenochtend jouw uitzicht. En we hebben nu nog een zonsondergang op je slaapkamer. De zon is daar. Nee, ja, maar supermooi. Als het morgenochtend wordt, gaat het ook zo eruit, maar dan gaat hij weer omhoog. Ja, maar dan komt hij de andere kant op, zeg maar. De tuin is op het zuiden. Hij gaat vanaf het vanaf daar komt hij op en hij gaat, daar gaat hij onder. Zijn jullie blij met jullie nieuwe slaapkamer? Ja. Super, ik ben benieuwd hoe de bedden slapen. Ja. Zullen we een lekkere hutspot maken? Ja. Kom, op naar de keuken. De lekkere wortelenstamp hutspot staat al lekker aan de kook. En Lucilla heeft natuurlijk haar laatste schooldag gehad vandaag. Ja, ik wil jullie nog iets maken voor mij voor de verhuizing. Oeh, nou laat maar eens zien. Even kijken. Oh, die zie. Wauw. Mooi. Deze had Jamie gemaakt. En een arme wet als hij mij nog een knuffel ging geven. Oh, gingen ze je allemaal nog knuffelen? Ja. Oh. Ze heeft wel een goede laatste dag gehad. Ja. Jawel, hè? En ze mogen altijd nog een keer komen spelen als ze het leuk vinden. Ja. Toch? Ondertussen is de hutspot nog niet aan de kook. Kijk, en mama had vanochtend deze leuke bloemetjes meegenomen. Van de supermarkt. Grappig, hè? Ja. Dat zijn van die... gietertjes met bloemetjes erin. Het kijkt wel huiselijk, dacht ik. Hm? Nou, dit is een lekkere hutspot. Dat wilden we wel even zien. Heerlijk, daar hebben we zin in. Lukt een beetje? Jammy, jammy. Lukt een beetje veel, hè? Lekker, hè? Ja. Ik zie ook van hutspot. Ik zie zo'n grote meid. Zonder hutspot. Ja. Heerlijk. Nou, kinderen, hey, het is het eerste avondje. Slaap in ons nieuwe tuin, hè? Ja. Oh, ik ben echt zo nieuwsgierig. Hoe ik ga slapen in mijn grote twijfel. Ja. Ja, ik zal het eerlijk zeggen, hè? Lekker droom. Bijna dan, hè? Want het is echt een droom, hè? Ja, ik moet bij doen. Heerlijk. Maar dat komt wel. Op
ons allereerste nachtje in ons nieuwe huis. Ja. Proost. Proost. En we zien jullie morgen weer. Dan hoor ik wel of we lekker mag slapen. Tot morgen. En een hele goede morgen. Wij zijn wakker geworden. In ons nieuwe huis. Goedemorgen kinderen. Hoe hebben jullie geslapen? Heerlijk. Ja? Lekker? Ja, dit heeft mama vanochtend al uitgepakt. Dit is het kaptafeltje van Lucilla. Die gaan we vandaag ook eens eventjes in elkaar zetten. Ja, Lucilla heeft ook een mooi kaptafeltje. Ja, die hadden we al, hè? Jouw kaptafeltje. Ja, moeten we nog helemaal in gaan pakken. Ach, voor zo'n pip. Opa zit nog in bed even zijn werk te doen. Oh, die komt zo nog even lekker, denk ik, hè? Bij de open haard. Het is wel een gezellig hoekje zo hier, bij de open haard. En moest op Pip ook lekker geslapen. Ja, vanochtend werden we, daar is onze slaapkamer. Even kijken. Dat is de badkamer. Dat is de slaapkamer. Als je dan 's ochtends wakker wordt, kijk je zo. Over onze tuin. Leuk, hè? Ja, als je gordijnen open doet, dan zie je de tuin. Ik ga ze ook een keertje open doen. Als het weer avond is, dan laat ik ze open. Ja hoor, dat kan wel, want dan is hier niemand die naar binnen kijkt. Zie je dat? Ja. 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 Oh, ja, ook een stoel. Ja, er zit ook een stoel bij. Ligt hem onder de indruk van het kaptafeltje. Ja, nog een lekker plekje. Ja, en Pip heeft hier ook weer een lekker plekje. De honden zijn ook helemaal thuis hier, hè. Overal lekkere plekjes, hè, Pip. Ja, en Woezel ook. Ja, Woezel hier ligt lekker bij het open haardje. Hier op het grote kussen, hè, Woezel. Dat is een lekker plekje, liefie. Hondjes hebben ook heerlijk geslapen. En het warme haardvuurtje is ook echt lekker warm. Super gezellig, jongens. Het is lekker wakker worden zo. Ja? Niet watten? Nee, van de warmte. Oh, dat bedoel jij. Niet met de vingers aan het glas. Nee, dat klopt. Dat hebben papa en mama jullie verteld. Ja, dat is heel warm. Dus dat gaan we niet aankomen. Maar gelukkig zit hier ook nog een plankje tussen. Dus het is niet heel dichtbij. Maar je moet er in ieder geval niet met je vingers aan zitten. Dan krijg je voor je rest van je leven een blaadje. Ja, dus dat doen we maar niet dan, hè? Kijk, we hebben een lekker appeltje gesneden. Hier hebben we het open haartje even lekker eten. En we gaan vandaag weer heel veel dozen uitpakken. Vanochtend hebben we al heel veel dozen uitgepakt. De schuur hebben we alles geselecteerd. De kleren gaan we in de klerenkast leggen. En dat is eigenlijk wat we gaan doen vandaag. De kinderen mogen gewoon lekker spelen. Ja. Dus dat is gezellig, Luxie. Oh, trouwens, Luxie. Als jullie afvragen, heeft Luxie in haar eigen bed geslapen? Helaas, heb jij in je eigen bed geslapen? Nee. In het grote bed. We hadden gisteren de kinderen gedoucht. Lucilla en Luan gingen al meteen naar hun eigen kamer toe. Die hebben heerlijk geslapen. Ik ging kijken bij Lucilla. En voordat ik kwam, lag Lucilla al gewoon te slapen. Dus jij hebt heerlijk geslapen in je eigen bed. En Luan die lag lekker te chillen op zijn grote bed. Twijfelaar tienerbed. Sliep hij lekker? Nee, heb je in het midden gelegen of aan de zijkant? Midden. In het midden. Oké. Okay. En toen wouden we Luxie naar het bedje brengen. En toen zag ze het bedje en toen was ze toch van... Nee, mama spannend, zei ze. En dat snap ik ook wel natuurlijk, want ze is... Net drie. Ze is drie, maar ze is ook niet gewend. En ze vindt het... Ja, het huis is natuurlijk ook voor haar nieuw. Ze vindt het bedje in ieder geval wel heel erg leuk om te spelen. En wij denken dat het op zich wel... Hè, met de tijd komt dat wel goed. We willen in ieder geval niet dat er huilende nachten zijn. Daar zijn wij niet zo van. We hebben meer van dat gaat wel zijn beloop. Op een gegeven moment voelt ze zich echt groter. En dat zoals dat ze ook zo al... Nee, tot hoe groot ben jij? Zo. Ja, tot zo is ze. En dan komt dat vanzelf wel dat ze lekker in haar eigen bedje slaapt. Maar gewoon op zijn tijd. Ze heeft in ieder geval al een heel mooi bed. Ja, daar is ze al heel erg blij mee. Ja? En dan stap je vooruit. En Livie, voor de rest heeft ze lekker bij mama en papa geslapen. Ja, behoorlijk met jou klimmen, hè, in jouw bed. Dus vandaag is het weer één grote uitpakdag. Het is voor ons weekend, zaterdag. En we gaan gewoon de hele dag uitpakken, opruimen en alles een plekje geven. We zijn alweer een heel tijdje verder. Ik heb dit allemaal weer naar van de schuur hierheen gekruid. En dat gaan we steeds een beetje verspreiden door het hele huis. Vanochtend alweer een beetje bezig geweest met alles een beetje in te richten. En de kale plekjes weer een beetje een soort van...
op te vullen. Zoals bijvoorbeeld hier dit leuke wandje. Ik heb hier die lamp neergezet. Die lamp was van ons van de zolder. En dat leuke, ja, dat is een trommeltje. Die heb ik een keer van Sri Lanka meegenomen. Toen ik daar op vakantie was. En die komt hier wel weer goed tot zijn recht. En dit is een heel grappig bankje. Dit is namelijk gewoon een superhandige opbergbox. Dit is ook nog eens gewoon heel functioneel. En je kunt er lekker op chillen. Dus ik vond het ook wel... Kijk, dan is die groene muur weer een beetje gevuld. En hier het dressoir weer een beetje ingericht. Fotolijstjes, plantje. Een lampje erbij gezet. Kaarsjes erbij gezet. En goedemorgen vader. Die zit ook alweer lekker bij het open haardje. Ook bij het open haardje heb ik weer alle spulletjes netjes neergezet. En uitgestald wat ik uit de doos heb gehaald. En de kinderen... Ja... Wat zijn de kinderen aan het doen? Die zitten lekker te chillen in hun speelkamer. Hey, hallo. Hey. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn de LOL poppetjes. Met LOL poppetjes aan het spelen. Wat voor poppetjes hebben jullie uitgepakt? Ik heb deze. Oeh, jij hebt het meisje. Ik heb deze. En jij hebt het? Poesje. Oh, dat is gezellig. Het zit lekker zo hier in de speelkamer. Heerlijk, jullie eigen plekje. Ook Luan heeft zijn plekje weer gevonden. Ja, maar weet je wat stom is? Ah, oh, er zit weer eens een Animal Crossing. Ja, helemaal. Ja. Dan ga ik bomen schudden voor eikels. Ja. En dan, dan ben ik gestoken door wespen. Ja. En dan ga ik nog een boom schudden met eikels. En dan is er nog meer hoop wespen. Oké. Okay. En dan ben ik weer flauw gevallen. Och, jongen toch. Hij heeft zelfs een mondkapje op. Hé. Hey. Ja, en dan ga je automatisch terug naar je huis toe. Dat is wel heel irritant. Echt waar. Hij heeft ook alweer een nieuwe winkel. Op Animal Crossing, alleen die is nog niet open. Nee, die is pas om 9 uur open. Gaat pas om 9 uur open. Tot en met 9 uur 's avonds. Oké. Okay. Kijk. Even kijken. Oh ja, kijk. Daar hebben we heel stilig de uit. Klerenwinkel is dat. Maar waarom heb je een mondkapje op? Ja. Vind je dat grappig? Nu, ja, ik vind het eigenlijk wel grappig in het spel. Nou, de meisjes zitten heerlijk te keuvelen uit hun eigen tafeltje. En zoals jullie zien, Pip heeft ook lekker haar plekje gevonden. En hier hebben we Sammy. Goedemorgen, Sammy. Ben je ook lekker aan het wassen? Sammy heeft hier ook een heerlijk plekje, Sammy. Ja, oh, hallo. Zeg je hallo tegen de mensen thuis. Zeg je hallo tegen de mensen thuis. Ja, kijk zo. Heel nieuwsgierig. Oh, die heeft hier ook een prima plekje. Staat hier gezellig in de kamer. Bij de kinderen erbij. Kijk. En ja. Zo begint alles een beetje een plekje te krijgen, hè, Woesel? Ja. Maar Woesel vindt het ook lekker, hè? Lekker in de speelkamer bij de kindjes. Nou, gezellig, kinderen. Nou, ik ga weer eventjes verder met de laatste dingetjes uitpakken, goed? Jullie lekker spelen. Hé, en meisjes, dit ruimen jullie zo meteen wel even op, hè? Papa en mama gaan weer even verder met het uitpakken van de doos, hè? Doei! Nou, dan gaan we weer door de kamer. Eens even kijken waar vader is. Is hij hier? Nee, hij is niet hier. Waar zou hij zijn? Moet helemaal zoeken in zo'n huis. Ah, hier staat onze Superman. Kijk eens, je bent doos aan het uitpakken. Ja, goedemorgen. Ik heb een vraagje. Ja. Wat gaan we doen? Toevallig, ik weet het. Ja. Het sleuteltje. Het sleuteltje. Van de kleuterjaren. Ja, ja, die heb ik in het andere kistje gelegd. Hé, hey, slim hè? Ik denk al. Voor al je diamanten. Nee, dit is onze werkkamer, jongens. Hier gaan wij lekker editen. Hier kunnen we werken, de boekhouding doen. Hier staan natuurlijk onze mooie awards die we de afgelopen jaren allemaal hebben gewonnen. En ons lekkere chillhoekje met de stoeltjes die ook boven op de tafel of op de kamer stonden, de slaapkamer. Dan gaan we hier alle boeken uitstallen die ook boven komen van onze zolder. En de boekhoud, boeken en alles, dat soort dingetjes. Ja, doet hij het? Wat zit erin? Goud? Ja. Diamanten? Mijn lucky coins? 4 euro. En we van ons oude Senseo apparaat naar deze... Miele koffiezetapparaat. Het is wel even wennen, moet ik zeggen, maar wel heel makkelijk. Kijk eens, een kopje koffie, alsjeblieft. Dankjewel. Hebben wij lekker geslapen? Ja! Yeah. En een gek idee dat we hier gewoon niet meer weg hoeven. Nee.
naar huis hoeft. Ja. Kunnen we daar een beetje aan wennen? Ja, zeker. Nou, gaan we lekker aankleden en door met inpakken. Yes. Nee, uitpakken. Uitpakken. Het oude huis moet nog een paar dingen inpakken, maar ja. Hier vanavond al. Daniel gaat nog even wat kruiden vandaag. Ja, eind van de middag komt die vriend. En dan hopelijk hebben we alle mensen. Zo, Lucilla lekker aan het chillen is hier op de grond. Voor het lekkere warme open haartje. Is papa voor de allereerste keer volgens mij even een vaatwasser inruimen. Ja, nieuwe keuken, nieuwe vaatwasser, nieuwe drive-in. Nieuwe koffieapparaat hadden we ook vanochtend. Koffieapparaat, waar staat die? Waar staat die? Ja, alle laadjes open doen. Heerlijk. Ja, maar wel lekker geslapen vanochtend? Ja, heel fijn. Echt heerlijk wakker geworden. Ik heb het bed zo omhoog gedaan. Kijk, had ik heel mooi uitzicht. We hebben onze kamer nog helemaal niet laten zien, volgens mij. Nee, die zien ze ook wel. Ik ben hier heerlijk wakker. Oké. Ik krijg jullie nou allemaal te zien. We gaan die zoveel beleven. En dan mogen jullie van mij. Dit is karretje nummer... geen idee. Dit is van mijn zwemles. Ja, dat is jouw zwemles, schatkist. Ja, kijk, we zijn hier in de speelkamer al het speelgoed aan het uitruimen. Hier hebben we alle dozen waar alles nog helemaal in zat. En dan halen we het er eventjes uit. En dan heeft Luan de kast helemaal schoongemaakt. Laat zien, jongen, waar gaat alles staan? Hebben we hier een mooie hoekkast. Kijk. En in deze kast kunnen we alle spelletjes en dingetjes neerzetten. Ja, en mag... Wat we nu hier hebben staan. Mama, ja. Deze twee plekken... En je oplader voor de Nintendo. Die zijn bezet. Goed zo, jongen. Ja, nou. Ja, grappig is heel. Dat was natuurlijk je zwemles had. Ja, maar nu moet ik me aanpakken, dus ik hoef ze ook niet. Nee, maar eigenlijk moest je nog opvoeren. Maar ja, door corona kon je niet op, hè, liefie? Nee, maar ik had wel mijn. Ja, je kan wel goed zwemmen, dat klopt. Nou, ondertussen dat we proberen op te ruimen, vindt Luxie iedere keer weer iets om mee te spelen, liefie. Maar dat is ook niet erg, schatje, hè? Nu maar iedere keer lekker met iets spelen. En dan gaan we steeds beetje bij beetje alles weer een plek geven. Ik moet nog deze. Ja, die moet je nog. Nou, kijk eens. Wat we van de buren hebben gekregen. Ach, wat lief. Nou, bedankt. Van buurman Wim. Ja. Ondertussen zijn we weer bezig met het kruien van de dozen. De kinderen zijn even aan het spelen. Lucilla is volgens mij een mooie ballerina puzzel aan het maken. Hier lekker bij het open haartje. Supermooi. Oh, wat is Lucie aan het doen? Deze heeft trouwens gekregen van de buren. Echt supermooi. Heel erg lief. Trouwens ook hele lieve buren. Die wonen zeg maar in dat huis daar. Hé, hey, oh, Luxie. Luxie. Luxie, ben jij een prinses geworden? Dat is ik aan het kijken hoor. Oh, ben je een filmpje aan het kijken? Ja. Op het horloge van Lucilla? Een verjaardag. Oh, op de verjaardag. Ja. Maar wat heb je met je gezicht gedaan? Toppen. Heb je gemake-upt? Ja. Oh, aha. Dan snap ik het. Nou, ondertussen hebben we hier de boeken neergelegd. Hierboven, op het zoldertje. Ga ik even laten zien. Hebben ook meubeltjes neergelegd. En deze spullen. Dit moet nog even gedweld worden. En hier komt nog een bankje te staan. Zodat hier ook een lekkere chillplek wordt voor de kinderen. En daarachter komt ook nog van alles. Maar dat is nu nog een beetje een rotzooitje. Gaan we weer naar beneden. En volgens mij heeft Luan ook samen met Lucilla de spelletjeskast helemaal ingeruimd. Dit moet Daniel nog eventjes ophangen en fixen. Kijk, hier hebben ze volgens mij speelgoed in gedaan. Lego, hier allemaal in. Hier, nog plek over zelfs. Ja? Oh, ja. Oh ja, ook nog balletjes. En kijk, deze komt trouwens in dit huis ook supergoed van pas. Dat is dit Mario Kart dingetje wat je op je Nintendo kan doen. Dus vorig huis was een beetje klein, maar in dit huis gaat het natuurlijk wel leuk worden. Dus die heeft hij hier ingelegd. Oh, druk ik hem aan. En dan hebben we hier de spelletjeskast. Tada! Helemaal, bijna helemaal gevuld. Met alle spelletjes, echt super handig. Dat hebben ze zelf ingericht. Wat heb je gedaan, die spelletjeskast? Je hebt ook lekker een knutselhoekje daar. Wat is er? Ben je klaar met de puzzel? Wauw. Die is echt mooi geworden. Heel goed gedaan, Sil. Heel mooi. Ja, daar kun je overheen lopen, hè. Goed gedaan. Oh ja, en die moeten we ook nog in elkaar zetten. Ik denk dat we er misschien niet vandaag meer aan toe komen. Maar dat is dan iets voor morgen. Want ik moet namelijk ook nog deze doos doen. En iedere keer ben ik dan weer, ja, het is een super handig karretje trouwens, van opa.
iedere keer kruien we dan de dozen helemaal hier doorheen. Zo, gelukkig hebben we dus geen trappen. We hoeven geen trappen op met al die dozen. Maar ja, wel de lange gang door. Kijk. Hier langs. Boogje precies om. Voorzichtig voor alle muren, want die zijn allemaal helemaal spierwit geschilderd. Kijk, gaan de muren helemaal wit. En dan gaan we hier doorheen. Deze zijn voor, hé jongen. Deze zijn voor onze slaapkamer, dus die laat ik hier staan. Kijk, de deur open. Hier is trouwens onze kamer en dan, even hoor, ik zet ik meteen even een doosje daar neer. Kijk, dan ga ik dus in de inloopkast. Oh, ik ben al een beetje te breed. Zo. En dan zet ik hier die doosjes neer. Hoppatee. En dan ga ik die later uitpakken en die kan ik dan hier allemaal inzetten. We hebben hier ook nog allemaal van die opbergboxen en deze van die opbergtassen. Hier nog meer van die opbergboxen en dingen waar we alles in kunnen verzamelen. En kijk, hier werden wij vanochtend wakker. Het grote familiebed staat hier. Met een mooi nieuw dekbed overtrek erop. En dat past hier precies tussenin. Het uitzicht vanochtend. En hallo jongen. Hey mam. Ja. Deze past mij niet meer. Waar kom je? Oh, die leggen we even apart. Die gaan we maar straks in een doos weer ergens voor jouw broertje in de buik bewaren. Ja, en de badkamer. Dit moet allemaal nog uitgepakt worden, jongens. Dit is echt nog één grote zooi. Maar goed, we hebben hier wel gisteravond kunnen douchen. We hebben hier wel lekker gedoucht al. Maar alleen het bad moeten we nog reinigen. Dus je moet nog even een reinig spul verhalen. Dat komt morgen wel, denk ik. Morgen zondag, anders komt het maandag wel. En dan kunnen we dan een bad. Het moet wel eerst gereinigd worden, want het is namelijk een dubbelbad. Maar man, waarom moet je het dubbelbad reinigen? Voor die, voor dat systeem. Dat systeem moet er gereinigd worden. En ik heb hier even dit setje neergezet. Wil je nog iets van een kleedje of zo? Maar dan moet ik even kijken. We hebben het gewoon even voor zover het kan allemaal neergezet. En dan gaan we nu eens even kijken bij Luan. Luxie, haar kamer, die is in principe bijna zo goed als klaar. Nog wat dingetjes aan de muur, wat lampjes of zo. Moeten we nog even ophangen. Maar dat komt ook wel later. Kijk, deze kast hebben we hier zo neergezet. En dit moet nog even. Ja, en dit spiegeltjes ernaast moeten we nog even maken. En dat is Luan of Lucilla haar kamer. Luxie haar kamer. En dan laat ik het even hier staan. Hier zijn nog allemaal dozen die ik moet uitpakken. En die gaan dan in deze supergrote klerenkasten. Kijk. Wow. Ruimte zat. Het moet alleen ingelegd worden. Dat is gewoon nog even lekker een klusje. Hier hebben we alle kleren van Luan. Die gaat hij zelf ook allemaal nog uitruimen. Lucilla heeft hier geslapen vanochtend. Ja. Deze kast komt uit Luan zijn kamer en die gaan we hier neerzetten, denk ik. Ja. En ja, Lucilla heeft hier prinses heerlijk geslapen in haar kamertje. Is ook nog lang niet helemaal klaar. We hebben nog een vloerkleedje, het hemelbedje moet nog erboven. Spiegel moet nog opgehangen worden. Deze doos wil ze nog even uitpakken. Maar, het grotendeel. Ja, dat ook. En we kunnen slapen, hè? Ja. Nou, eens even bij Luan kijken. Douchen. En we kunnen douchen. En eten. Kijk, Luan die is met zijn kleren bezig. Hier heeft hij lekker geslapen. En dit is trouwens allemaal heel erg vol. Dat komt omdat Luan nog een bureau krijgt. Ja. Maar dit bureau moeten we nog bestellen. Want mama wist niet hoe lang het bureau en alles kon zijn. Ja. Nee. Dus vandaar dat ik even dat even later doen. Gaan we eerst even kijken wat je allemaal precies hebt. En wat jij dan voor een bureau wil. Ja, maar dat komt nog. Uitzicht. Ja, jongen, daar blijf je wel van. Dat blijft niet vervelen, zeg maar. Nee. Ja? Hier was hij eens aan het sorteren met alle kleren. Voor uiteindelijk weer in zijn eigen kast leggen. En dat is heel handig, want de kasten die staan dus niet in jouw slaapkamer. Nee. Maar die staan dus in de hal, want het scheelt heel veel ruimte. Ja. Toppie, jongen. Toppie. En wie staat daar te poetsen? Kijk, Lucilla is haar eigen tafeltje even aan het poetsen. En al deze spulletjes, die komen uit haar eigen slaapkamer. Die kan ze hier weer netjes gaan neerzetten. Zodat het weer een nieuw plekje krijgt. Goed bezig, Sil. Vind je het leuk? Zo lekker poetsen op je kamer? Ja. Heb jij ook gemake-upt? Mooi schatje. Ik vind het fantastisch mooi. Je bent echt een prinses op een prinsessenkamer. Oh. Een beetje de lippen, een beetje ernaast. Is niet erg. Hey, zit jij hier?
Kijk dan, ze is hier gaan zitten. Ook deze wand hebben we trouwens helemaal een beetje lila paars is het geverfd. Met de fotolijstjes van de vorige eigenaar, die hing er nog. En deze heb ik wel nieuw gekocht, dus die hebben we hier neergezet met die plant ernaast. En Luxie denkt, dit is een mooi verstopplekje. Zullen we zo lekker een boterhammetje eten? Het is alweer bijna middag. Ja, neem je die mee. Kom, ga je eruit? Goed zo. Je hebt wel heel veel verstopplekjes hier in huis, Riffie. Kan je even mama de deur open doen? Ja, een poesel. Kan je even mama de deur open doen? Ja. Ja, goed zo. Ja, duwen. Tot hij helemaal open blijft staan. Als je hem helemaal duwt. Kijk, dan blijft hij open staan. Dan gaat hij niet meer dicht. Dat is handig, hè? Hop, zo. Zo. Kijk eens. En deze gaan weer terug naar de schuur. Al deze lege dozen heeft Farah al je toppie op de plek gezet met de kinderen en leeggehaald. Daar was het dan. Dan heb ik daar nog een stukje. Even kijken hoor. Dan heb ik hier nog een stukje afval. Dit zijn de kapotte dozen gescheurd. Die doe ik straks in deze aanhanger. En wat ik vanochtend ook nog heb gedaan, is deze aanhanger volgekreut met spullen. Die we zozeer niet gebruiken. Dus die gaan we even in de opslag leggen. Daar heb ik ook een plek voor, maar dan zien jullie nog wel waar dat is. En wat ik heb gecreëerd is een klein kinderschuurtje. Met alle stepjes en fietsjes. Hier heb ik even die achtertuinbankstel neergezet. Met die heerlijke grote stoelen voor de wat oudere visite. En kijk, hier heb ik alle fietsjes zo neergezet. De Bentley, de grasmaaier en ook mijn oude boekenkasten. Mijn oude boekenkast zelfs nog van onze terraswoningflat. Die hebben we hier neergezet. Onze twee oude fietsen. Zo, en zo hebben we voor de kinderen ook een perfect schuurtje. Met al hun fietsjes en steps. Nou, wij gaan weer even verder. En waar Farah en ik vanochtend vroeg al begonnen, zodra we wakker waren, was hier in de garage. En die is al bijna leeg. En dit is dan een beetje onze opslagkast. Dit hebben we ook allemaal geselecteerd. Daniel is daar nog met de aanhanger bezig. Zie je dat, Sil? Het is inmiddels weer tijd om even te lunchen. Ik heb Luxia. Ik heb een heerlijke panini in de oven. Allemaal nog even uitzoeken hoe die werkt, maar volgens mij worden ze gaar. En ik dacht, wie heeft er zin in een lekkere? Meloen! Nee, het is een honingmeloen. Die is ook lekker. Oh, hij is lekker. Kijk. Lekker. Wil je buiten spelen? Ja. Zullen we dan na de lunch even buiten spelen? Ja. Okay. Dan hebben we wel genoeg dozen uitgepakt vandaag. Jeetje. We hebben echt heel veel gedaan. Ja, we hebben iedere dag heel veel gedaan. Zo, hè? Mama eet het eerste stukje. Lekker? Ja. Goed zo. Probeer eens even een... Zo. Ik weet niet of die werkt. Weet je hoe die werkt? Ja. Oh, we hebben ook koffiebonen. Dat die koffiebonen gaat... Dit is wel een hele luxe. Nou ja, dat is heel wat anders dan onze simpele sensei. Ja. Die was overigens ook heel erg lekker hoor. Ja, maar mama cappuccino. Ja. Of koffie, dat je ook keuzes hebt. Ja. Met water, want er zit volgens mij ook water in. Dan of het dan te heet is. Dat is nog wel wat luxer, toch? Is toch veel leuker dan... Ja, jij vindt het apparaat leuk, jij. Ja. Jij bent van de technische snufjes. Ja. Dan doet hij het nu. Als mam, wil je een cappuccino? Ja, doe maar. Nou. Laten we dat eens proberen, een cappuccino. Woe. Nou. Oké. Nee. Ja, oké. Maak je keuze. Nou, wat voor keuze hebben we? Oké. Ja, maar wat voor keuze? Keuze zit. Hier, keuze is reuze. Volgens mij is dat thee of zo, of niet? Thee, denk je? Ik weet het niet. Druk maar wat in. Ja. Melding reinigen. Gaat hij weer reinigen? Oh, dit is volgens mij dat hij gaat reinigen dan of zo. Oh. Oké. Maak een keus. Wat is dat dan? Melding reinigen. Oké. Wat is dit? Hier. Café, Café Lungo. Hete mel. Hete mel. Maar die. Oh, dat is cool. Nou, mam, ik wou het eigenlijk. Oh, sorry. Maak eentje voor papa. Ik weet nu hoe het werkt. Nu weet je, ja.
Je hebt 3 keuzes. Ja. Dankjewel, jongen. Nee, kom. Hij is nog niet klaar. Is hij nog niet klaar? Nee, ik weet niet. Maar hij is wel uit. En dan uit. Nou, het eerste kopje... Uit. Nee. En dan gaat hij weer spoelen. Nee. Nee, maar dan... Maar moet je er een kopje onder zitten? Mama, ja? Snel, 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 snel. Dit gaat er. Ja. Nou, eentje voor papa. Oh ja, dat zou ik doen. Nee, maar hij gaat nu spoelen. Ja, ja, eerst even spoelen. Nou ja, zo testen we alles dus een beetje uit. Ja. Is die lekker, Sil? Ja. Dat smaakt alleen de buik. Een lekker warm broodje. En Luxie eet volgens mij de meloenschaal leeg. Lux? Ja. Is die lekker? Ja. Goed zo, liefie. Zo, komen jullie even lekker lunchen? Hey. Veel gedaan met z'n allen. Nu even lekker tijd voor een broodje eten. Want ik heb trek als een paard. Jullie ook? Mm-hmm. Eet smaak. Ja, ik was een koek. Ja, een koek. En Luxie is alweer klaar aan het eten. En aan het spelen. En woezeltje af. Woezeljongen. Spokkel jij de kruimeltjes weer? Woezel is onze stofzuiger. Heel smaak, draafjes. Zo, het is 4:15 middags. Ik kom nog weer met een aanhanger vol met 40 bananendozen terug. Hier in Zwolle. Ik rijd nu toevallig hier langs Kijk. Waar Farah en ik begonnen. 11 jaar geleden en Luan en Lucilla zijn geboren op de Dobbe terraswoningflat. flat. Nooit vergeten waar we vandaan zijn gekomen, natuurlijk 11 jaar geleden. En nu die bananendozen gelukkig weer mag terugbrengen, want er was ook door iemand anders die ze heel hard nodig had voor een verhuizing. Dus die breng ik even terug. Afval storten en dan ga ik het blauwe kleine aanhangertje ook nog weer proberen te vullen met het bankje van Luan's slaapkamer waar we varen hebben. En ik ga misschien proberen ook mijn drumstel mee te nemen. Dus ik zei al, ik ben waarschijnlijk met etenstijd 6:30, 7:30 wel thuis. En dan hebben we het huis volgens mij bijna leeg. We zijn aangekomen in Zollywood. Kijk, aanhangertje open gedaan. En, jawel, sta ik in onze knusse achtertuin. En dan heb ik daar dus de gras met gisteren al opgerold. Zometeen komt een buurman nog weer eventjes langs. Van hem had ik ook nog wifi versterkers al gehad. Die ik hem dan natuurlijk weer teruggeef. En met hem dat even inbuur. Ik ga van zolder nog even mijn drumstel achter het hok weghalen. En dan kijk ik of ik nog weer een aanhangertje voor hem krijg. Met ook nog wat schuurspullen erbij. Dus ja, apart om hier zo te zijn. Kijk, dit staat al in de schuur. Maar morgen komt om 11 uur mijn goede vriend Matthew me helpen. Dus dan gaan we al die zware dingen ook definitief nog kruien. Dus dat had ik vanmorgen eigenlijk in gedachten. Maar nu ook nog even naar het zolderhok toe. Ja, dat ziet er weer een beetje zo uit als 5 jaar geleden. Hè? Onze voortuin. Helemaal leeg. Dit zijn wat laatste spullen die ik ga deponeren bij de roven natuurlijk. Wat niet meer echt bruikbaar was. Ja, een voortuintje. Nou, jij bent zo goed als helemaal leeg. Dag mijn voortuinparkje. We hebben van je genoten. Nou, als je dan hier nu binnenkijkt, kijk. Alles uit de keuken is al weg. Deze gaan we dus morgen van de muur schroeven en meenemen. Nou, al die schilderijtjes hebben we tot het laatst bewaard. Dan moet die morgen nog van de muur. Deze hoop ik zo meteen mee te nemen met die tv. En dan ook nog het bankje van boven. Dat is een lege huis, hè? Eet jullie alle koekkruimeltjes al? Nou, dat scheelt. Poes had er wel lekker koekje van, hè? Nou, ik ga even zolder op laten zien. Ja, het blijft een beetje apart om toch zo in het huis te lopen. Waar we bijna 5 jaar en 3 maanden hebben gewoond. Lucie-kamertje leeg, kijk. Lucilla-kamertje. Leeg. Die ga ik dus zometeen even, hopelijk met de buurman, naar beneden tillen met die witte lamp. Misschien kan ik een van zijn kinderen nog blij maken met dit mooie bed. Die spiegel, ja, al die muurdingen doen we later. Badkamermeubels laat ik ook staan voor de volgende bewoner. Die hier hopelijk met net zoveel plezier gaat wonen als dat wij hier hebben gedaan. Ja, en dan hier op zolder. Kijk. De trouwjurk nemen we natuurlijk nog mee. En de schilderijen. De kinderen. De wasmachinebak. Maar achter die schotten hebben we dus allemaal spullen opgeborgen. En achter dat schot staat dus helemaal mijn drumstel opgeslagen. Ja, de laatste leuke zegen het zwaar, maar kijk eens, dit zijn mijn 2 percussion bongo's. En ik heb het schot hier nu geopend. Nou, dit krui ik morgen allemaal met die vriend van mij naar beneden. Maar waar ligt dan mijn drumstel set? Kijk,
Daar ligt mijn hele Yamaha Stage Custom zevendelig set met percussion. Tada! En daar is hij dan, na 5 jaar achter het slot hebben gelegen. Mijn drumkit. Drumkit erin, aanhangertje dicht en terug naar huis. Het is nu ook alweer 19:30 s'avonds, dus ik had Violet aan de lijn. Zij zeggen, ik ga vast de kinderen douchen en in hun bed liggen, want die waren ook lekker moe. En morgen zien we jullie weer in een nieuwe vlog. Vond je dit nou een leuke video? Doe je onder dan de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. En we zien jullie weer morgen, als ik mijn drumkit ga uitpakken. Zin in. Nou, en daar, lief huis, bij avondlicht, hebben we van je genoten. Maar blijf je altijd terugzien in onze vlogjes. Doedeloe, slaap lekker. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest.